Wij krijgen zo op het grote scherm onze grote voorman, onze grote leider, meneer Buitaert. Bekend van een starten van een open source CMS. Het leiden van een bedrijf van 600 man, geloof ik. En we mogen hem Dries noemen, dat vind ik heel leuk. Dries, goeiedag. Goedemorgen, Dries. Precies. Nou kan Dries ons niet zien, maar het is misschien wel leuk als we allemaal even een foto van Dries maken. En die @Dries te sturen op Twitter. Dus even heel hard zwaaien allemaal en de foto. En dan komt het vast wel goed. Dankjewel, Dries. Dries, wij zijn heel erg blij dat je ons te woord wil staan. Er zijn wat vragen ingediend over de toekomst van Drupal. Het verleden misschien van Drupal. En we vinden het heel leuk als jij die zou willen beantwoorden. Rolf. Wil jij de eerste vraag stellen zelf of even rondgaan? Mensen die nog een vraag hebben, alsjeblieft steek je hand omhoog. Want er zijn ongetwijfeld heel veel vragen. Met de naam Bas heeft een vraag ingediend over certificering. Kan diegene zijn hand even opsteken? Dan mag je de vraag even zelf stellen namelijk. Nou, dat is ook leuk. Rolf, had wel aangegeven wel bij de Drupal Jam te zijn. Dan ga ik de vraag gewoon voor hem stellen en dan moet hij de opname maar terugkijken. Hij had gevraagd, ja, hoe kunnen we Drupal ook opnemen in het onderwijsproces, dus in de educatie ook een grotere rol geven, omdat er geen certificeringen voor Drupal developers beschikbaar zijn. Hoe zie jij dat? Dat is een goede vraag. Ik denk ook als Drupal groter en groter wordt, of wilt worden, dan is dat belangrijk dat we Drupal meer in scholen, universiteiten, hogescholen, dat soort dingen krijgen. Tot heden is er eigenlijk gebeurd. In een aantal universiteiten wordt effectief Drupal aangeleerd, maar vaak zien we dat er eigenlijk een soort van internal champion, om het in Engels te zeggen, is. Iemand die zegt van ik ben gepassioneerd, ik ben een fan van Drupal en ik ga Drupal in mijn lessenpakket nemen. Er zijn een aantal mensen, of meer dan een aantal eigenlijk, er is een groep van mensen die dat doen, wereldwijd. Een van de dingen die we proberen te doen is bijvoorbeeld die mensen aanmoedigen om hun cursusmateriaal te delen. Want vaak is eigenlijk een van de grote drempels, is het moeten opstellen van al dat cursusmateriaal. Dat kost heel veel werk. Dus het idee is van stel dat we een soort van pakket kunnen maken, dat we aan de scholen en de universiteiten kunnen geven, dan hopelijk verlaagt dat de drempel om meer Drupal training te zien in dat soort instellingen. Een van de uitdagingen is ook dat universiteiten in het bijzonder eigenlijk niet graag tools aanleveren aan hun studenten. Wat universiteiten typisch doen, is die zeggen van oké, we hebben concepten van webontwikkeling of concepten rond het schalen van websites of dergelijke dingen aanleren. En dan gebruiken ze al tools in het praktische deel van de cursus. En dus een ander idee zou kunnen zijn van we moeten het meer genees een lessenpakket opstellen, waar dan Drupal gebruikt wordt als een voorbeeld en ook voor de praktijken. Ik denk dat daar ook iets is dat we kunnen doen om dat aan te moedigen in het onderwijs. En ik denk eerlijk gezegd dat belangrijk is, want ik zie toch vaak dat er eigenlijk weinig aandacht wordt besteed aan een soort van digital of website en dat soort dingen in het onderwijs. Er zijn een aantal certificatieprogramma's beschikbaar vandaag. AQI is er onder andere een, maar er zijn een aantal andere. Dat bestaat wel. En dan natuurlijk zijn er ook heel veel andere bedrijven die training geven om Drupal, al dan niet met certificatie. Dus er zijn verschillende manieren om Drupal te leren. Maar ik ben persoonlijk gepassioneerd door de scholen en de universiteit, omdat dat eigenlijk Drupal aanleert aan mensen die maar meestal relatief jong zijn. Dus zeker is er iets voor aan te werken. Ja, we hebben in Nederland natuurlijk ook de Drupal Training Days, waar de vorige keer 250 man en vrouwen getraind werden in Drupal in een dag, gratis. Wat ook een hele goede impuls kan zijn voor HBO en WO-studenten om verder te gaan. Rolf, zijn er nog meer vragen? Er zijn zeker nog meer vragen. Even kijken. Imre, jij had ook nog een vraag. Ik weet niet waar Imre gebleven is. Ik zie geen Imre.
Wat is dat, jongens? Vragen stellen en dan er niet zijn. Rolf, wil jij hem stellen? Ja. Ja, het is die Imre, Dries. Ik denk ook dat het die Imre is. Ja. Dus dat, hij vraagt, er zijn hier ook nieuwe bezoekers. Mensen die, die nog nooit op de Drupal Jam geweest zijn. Er zijn mensen die ook niet vanuit een technische achtergrond in Drupal geïnteresseerd zijn. Kun je uitleggen waarom Drupal juist ook voor die niet-technische doelgroep heel tof is? Ja, absoluut. Ja, bij heel veel mensen gebruiken Drupal juist omdat eigenlijk ook niet-technische mensen dat allemaal dingen kunnen bereiken. Drupal is, bij Drupal is eigenlijk een spectrum, om het zo te zeggen, waar dat developers, heel technische mensen, kunnen eigenlijk alles doen met Drupal, omdat ze toegang hebben tot alle protocolen van Drupal en die aanpassingen kunnen maken, eigen modules kunnen implementeren en dergelijke meer. Maar aan de andere kant van het spectrum is Drupal eigenlijk wat ik altijd assembled web heb genoemd. Het idee is eigenlijk dat mensen Drupal kunnen downloaden, kunnen installeren of kunnen installeren via hostingbedrijven en dan modules kunnen downloaden en eigenlijk heel gemakkelijk zonder al te veel programmeren toch iets in elkaar kunnen koppelen. En dus wat voor niet technische mensen kunnen allerlei leuke dingen bouwen met Drupal. Misschien dat er op een gegeven moment wel een soort limiet is bereikt van wat je juist kan doen en dan toch moet aan het programmeren slaan. Maar ik geloof persoonlijk dat je heel erg veel zelf kan doen zonder te programmeren en dan toch leuke dingen kan bouwen. Dat denk ik ook. Dat denk ik. Rolf, heb je nog één vraag? Ja, ik heb op zich nog wel een vraag. Maar is er ook iemand in de zaal die, die denkt van ik heb iets, dat wil ik heel graag aan Dries vragen? Jongens, iets meer enthousiasme. Ja. Wow, nu is die kans. Wat heb je altijd al willen vragen? Ik zie hier een hand van Frank. Kijk. Marja. Ik ben zelfs als ik zou weten, ik hier. Er komt een vraag aan, Dries. Dries. Vanochtend kregen we een vraag van Marco Derksen, die hier de keynote deed. En die heeft naar Drupal.org gekeken. En daar staat, kom voor de software, stay for the community. En hij stelde eigenlijk de vraag van, dat is misschien een slogan voor ontwikkelaars. Maar hoe krijgen wij het grote publiek eigenlijk in één kort statement overtuigd van de kracht en de kwaliteit van Drupal? Dat wil je vragen. Ik weet niet dat er een eenvoudig antwoord op is, eerlijk gezegd, want ik denk dat Drupal voor verschillende mensen iets anders brengt. Maar ik denk voor, ben ik nu eens of met Marco, denk ik dat het was, dat die slogan misschien eerder intern is geschikt voor mensen die al in de community zijn. Ik denk voor mensen die nieuw zijn in Drupal of die eigenlijk heel weinig van Drupal weten. Wat aantrekkelijk is voor hen, is eigenlijk het idee, misschien, maar creative freedom misschien zelfs. Het idee van, omdat Drupal open source is, en omdat er een grote community achter Drupal staat, die heel veel innoveert en heel veel nieuws maakt, is enerzijds die innovatie heel belangrijk. Want je kan met Drupal dingen bouwen die je niet met proprietary content management systemen kan bouwen, gewoon dat je die openheid hebt, die API's of de flexibiliteit om zelf dingen toe te voegen. En anderzijds heb je ook geen community, maar bijna 40.000 ontwikkelaars die meehelpen met het bouwen van de software. En dus ook niet al die innovatie die er komt. Dus combinatie van innovatie, dat heel aantrekkelijk is voor bedrijven. En ook wat ik zei als creative freedom, het feit dat er geen lock-in is. Dat je eigenlijk kan doen wat je wilt met de Drupal software is eerlijk gezegd waardoor mensen naar Drupal komen. En heel veel mensen waar ik mee praat, ik doe heel veel meetings met potentiële Drupal gebruikers, zitten vaak vast ofwel in een content management systeem dat is geschreven bijvoorbeeld door een digitale agentschap.
dat eigenlijk heel weinig mensen gebruiken. Maar al dat niet open source, dan hebben we niet de innovatie bereikt. Hebben we niet al die plugins en die modules. Dat is super fruitful. Aan de andere kant heb je mensen die proprietary content management systemen gebruiken, Adobe, Siteforce, dat soort dingen. En die heel gefrustreerd zijn. Maar gefrustreerd ben je enerzijds op niet met die innovatie. Die willen nieuwe dingen kunnen doen. En ten tweede ook gefrustreerd met die locking van die vendors. Dus in mijn inzicht, de manier om nieuwe mensen aan te trekken in Drupal is niet in eerste instantie door te praten over de community zelf, maar het effect van die community. De innovatie dat voortkwam uit de Drupal community. En het feit dat Drupal source is en dat de vrijheid dat kan hebben. Dat is aantrekkelijk. En dus, we kunnen eerlijk gezegd met de vorige keynote spreker eens dat ons slogan een klein beetje intern is. Dus ik vind het ook zeker een hele mooie slogan. Het is een waarheid als een koe, zo te zeggen. Maar het is niet meteen duidelijk wat dat betekent, tenzij dat je al in de community zit. Dus, een lang antwoord op je vraag. Nee, maar ook een duidelijk antwoord, Dries. Dank je. Heeft iemand nog een vraag voor Dries? Dries, mag ik je dan zelf eentje stellen? Wat zou jij als ideaal hebben voor Drupal 9 release cycle? Als je dat al... Heel verstandig. We hebben nog tijd voor één vraag. Heeft nog iemand een vraag vanuit... Ik zie hier een vraag. Marja? Dank. Noem je naam en wat Hallo, je vraag ik ben Falco en ik heb een vraag of jij WordPress en Typo3 als concurrentie ziet. Wordt typisch gebruikt voor websites die meer complex zijn en ik gebruik specifiek.
Drupal gebruiken, vaak ook WordPress gebruiken. Je ziet toch dat mensen een heel duidelijke keuze maken van die hebben deze site. Die is niet altijd complex, je kan daar misschien WordPress voor gebruiken, dat het makkelijk te gebruiken is. Vanuit dat er een bepaalde complexiteit is, bijvoorbeeld integraties met andere systemen, heel veel workflows en implementeert voor dat soort dingen. Dan heb ik het gevoel dat mensen toch al onmiddellijk een Drupal hebben. Typo 3 is wellicht anders in die zin dat het ook meer enterprise gefocust is, meer gefocust is op die complexere websites. Typo 3 is heel sterk in Duitsland en in de Scandinavische landen, maar veel in de rest van de wereld bij heel weinig Typo 3. Dus we hebben zeker een concurrent van Drupal, maar meer lokaal. Geen wereldconcurrent, zoals sommige andere gesloten systemen. Aan de andere kant zijn daar ook vrienden van ons, om het zo te zeggen. Bijvoorbeeld in het geval van WordPress. Mijn Anweg is een vriend van mij, wij steken nu en dan af. En wij babbelen over wat wij doen en een soort van het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Dat soort dingen. Dus we leren van elkaar. Dat is dan vriendschappelijk. Er is wel eigenlijk, want in zekere zin staan we aan dezelfde kant van een andere gevecht, om het zo te zeggen. Ik gebruik het woord niet graag. Het is misschien een beter woord, maar we zijn alle drie, eigenlijk drie as well, voorstanders van open source. We hebben die hart en ziel dat open source de beste manier is om software te ontwikkelen en software bij te geven. En dus alle drie onze platformen, om het zo te zeggen. We gaan ook op tegen de proprietary content management systeem. En dus daarmee dat het een moeilijke vraag is, want aan de ene kant werken we samen, maar aan de andere kant concurreren we nu en na. Maar eerlijk gezegd denk ik dat elk van die drie systemen een redelijk wel gedefinieerde plaats heeft in de markt. WordPress voor minder complexe sites, Drupal voor meer complexe websites. En Typo 3 ook voor meer complexe websites, maar met een geografisch zwaartepunt rond Duitsland. Dries, dankjewel. Ik ben benieuwd of Dries straks Nederlands gaat spreken in de volgende meeting. Wij gaan wel Engels spreken in onze volgende keynote. Willen we Dries even hartelijk bedanken voor alles wat hij heeft gedaan en speciaal voor de aandacht hier. Thumbs up, dankjewel Dries. Dries, mega dank en we spreken elkaar snel en heel veel plezier in Amerika.